Goedendag dames en heren. Waarom meneer Jan van Zanen, onze ex-burgemeester van Utrecht, en ik heb Martijn Tinus Koops voor bedreigingen naar onze premier, meneer Rutte, en onze premier, of onze minister van Frikandellen, Ongezondheid en Vaccins. Dit zijn geen medische adviezen. Vaccins moet je zelf kiezen, Frikandellen ook. Hugo de Jonge bedreigt, onze ex-burgemeester meneer Van Zanen bedreigt. Hij bedreigt mensen in de demonstraties zien. Het is een operator, meneer Tinus Koops. En die heb ik dus gemeld bij het OM. Waarom Extinction Rebellion wel daar lekker lang van meneer Van Zanen mag zitten? Omdat ze zijn net zoals mijn vrijmetselaar adoptieouders. Consequent inconsequent zijn. Dus dat nu van de linkerkant Extinction Rebellion lekker mag zitten. Er gebeurt haast niks. Ze worden niet geslagen door politie. Als de demonstratie ontbonden is. Ik ben het niet eens met het optreden van de politie. Niet hoe ze taxis doen. De geweldsinstructies komen nu schijnbaar naar boven. Dat er geweldsinstructies zijn die niet stroken met een democratie. Een veilige democratie. En het recht op demonstraties en daarin wegslaan. Het is wel het gevolg. Als ze zeggen dit is ontbonden, we gaan geweld gebruiken. Ja, ik ben het niet eens met de wijze van optreden van politie. Actie, reactie, oorzaak, effect, consequentie. Ja. Dus we doen Extinction Rebellion daar lekker laten zitten en lekker lang erover doen. Dat de andere demonstranten van rechts, hè, de wappies en die gekkies en die flappies zo genoemd, dat die demonstratief bij een demonstratie blijven zitten en zeggen, ja, maar hun mogen ook blijven zitten, wij blijven ook zitten. En dan worden ze weer geslagen. En niet zoals Extinction Rebellion. Nou, oh ja, het geld komt allemaal van George Soros en allemaal andere zaken. Ja, gefinancierde, gehersenspoelde Extinction Rebellion. Maar dat is net zo erg als mensen die met complottheorieën bezig zijn en denken dat ze dat zelf kunnen oplossen. Of nou, op een of andere manier die kabal wordt opgepakt of niet, we mogen nimmer het recht in eigen hand nemen, want dan zijn we nog slechter dan hun. Nou, voor volk en vaderland, vrede, liefde, wijsheid. Meneer Huig Plug, dankjewel. En Blue Tiger Studio, beter gaan jullie contact met Timo John Smit opnemen.